Het was niet prettig, Sjaak, maar het was wel toepasselijk. Want wat een belangrijk thema sneed je aan. En de ultramoderne techniek, die laat ons hier een beetje in de steek. Maar we mogen gelukkig weten dat we heel dicht bij God hier mogen zijn. En daar gaat het uiteindelijk om. Hij wil in zijn liefde voor ons zorgen en ons nabij zijn. En dan mogen we weten dat we nooit alleen zijn. Maar dankjewel voor je mooie woorden. Het is vandaag de eerste Adventszondag. En het is ook mooi om daar, denk ik, bij stil te staan. We mogen dan ook weten dat de Zoon van God, Gods eigen Zoon, in deze wereld is gekomen. Waar het vaak zo donker is door alle nood en de zonde die er is. Maar om het daar licht te maken. En de komende weken staan we daarbij stil. En het is ook mooi, denk ik, als ook hier in de kerk, zeg maar, het licht mag worden. En een van de kinderen zal daarom een eerste kaars voor ons aansteken. De eerste adventskaars. En daar ook wat, ook wat bij lezen. En ik weet niet, wie gaat het doen vandaag? Ja, kom maar naar voren. En we zullen eens kijken of de microfoon het nu doet. Advent is wachten. Ja, dat is nog mooi, hè? Ze wachten even op elkaar. Ja. Wachten en verlangden dat het eindelijk gebeuren gaat. Wat werd voorspeld in de profetenzangen? Wachten tot God het woord verveelt in daad. Advent is luisteren. Luisteren en verlangden dat de hemel lichtend open gaat en je omspoeld wordt door engelen zangen. Luisteren totdat je hart meezingen gaat. Advent is komen. Komen met verlangen naar Bethlehem, waar God vlakbij ons staat en onze mond vervult met nieuwe zangen en waar geloof verandert in de daad. Advent is bidden. Bidden vol verlangen opdat Gods rijk van vrede komen gaat en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen, waar onze verlangen in aanbidding overgaat. Dank jullie wel. En dan gaan jullie voor ons nu de eerste kaars aansteken. Ja? Er ligt ergens, dat weet ik niet eens, ligt ergens iets aan lucifers of zo. Daar hadden we niet aan gedacht. Misschien heeft... Nou, dan moet het. Ik zei het al, hè, de organisatie is hier niet ultramodern. Dus zo'n uur gaat er gewoon eventjes wat mis. Maar het komt goed, denk ik. Jawel. Hoeveel heb je er liggen? Die doet het wel. Ja, doe deze maar. Ja. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Jullie mogen weer gaan zitten. En bedankt ook voor het mooie gedicht wat jullie hebben gelezen. Ja, neem er weer mee. Wat is het mooi als hier niet alleen het licht brandt, maar het ook licht wordt in ons leven. Soms maak je zoveel mee in je eigen leven. En wat is het heerlijk als God met zijn liefde en zorg bij je binnenkomt. Wat je mag weten, er is iemand die aan me denkt en me nooit vergeet. We mogen daarom ook uitkijken naar de ontmoeting met onze God. En zometeen zijn we daar een eerste moment stil. Ik zal daarna een korte belijdenis en ook een groet, een welkomstekst uitspreken. En we gaan dan een volgend lied zingen. Maar zullen we erbij gaan staan, dan laten we ook zien dat we ons hart op God richten en dat we het van Hem verwachten in ons leven. Dan zijn we nu een moment stil en dan is er ook gelegenheid om een persoonlijk gebed uit te spreken.
We zijn hier vandaag niet zomaar samen, maar we zijn samen in de machtige naam van God de Vader, die alles heeft gemaakt. In Jezus Christus, de opgestane Heer, en de Heilige Geest, die ons leven nieuw wil maken. En daarom mogen we ook geloven dat God zelf als de levende en de heilige God in ons midden wil zijn. Hij wil ons ontmoeten. En in zijn naam mag ik u en jou ook groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Als welkomstekst lees ik één vers uit Titus 2, waar de apostel Paulus zegt: de reddingmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En we mogen denken aan de komst van de Heer Jezus Christus, Gods eigen Zoon in deze wereld. Toen werd zichtbaar dat God deze wereld in zijn liefde niet loslaat, maar zijn genade aan ons wil tonen. Nou, daar gaan we ook van zingen. En dat doen we met de woorden van lied 80 uit de bundel die we hier gebruiken, lied 80. Vers 1, 2, 3, 4 en 5. Het is eigenlijk al een heel oud lied. Nu daagt het in het oosten. En dat gaat over het licht die de genade van God overal wil brengen. En ook in ons eigen leven. Zingen met elkaar lied 80. We gaan met elkaar het woord van God, de Bijbel, openen. En het is denk ik ook goed om Gods hulp daarbij te vragen. Zodat we ook echt een open hart kunnen hebben. En we ook mogen ontdekken wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Ook heel persoonlijk. Zullen we met elkaar in gebed gaan? Vader in de hemel, wij willen u danken. Dat u het licht wil maken in deze donkere wereld. Dat u het niet hebt gelaten zoals het was, toen de zonde in de wereld kwam. Maar dat u beloofde het te veranderen, anders te maken. Dat u beloofde uw eigen Zoon in deze wereld te zenden. De Messias, Jezus Christus. En wat u beloofde, dat is gebeurd. Hij is gekomen. En we mogen weten dat er redding en behoud is. Dat er uitzicht is op leven met u, doordat hij gekomen is. Om zijn leven te geven. Want dat is wat hij uiteindelijk heeft gedaan. En wil u danken dat we ook vandaag daar mogen denken. En we willen u ook bidden, laat het ook licht worden in ons eigen leven.
Ook als ze oplopen tegen een stuk somberheid of depressiviteit. Als ze soms geen uitweg meer zien en niet meer weten hoe het verder moet. Heer onze God, ontfermt u zich dan over ons. En laat ons zien dat het donker, de duisternis, de zonden die er in deze wereld zijn, dat dat niet het laatste is. Maar dat u het voor het zeggen hebt. En dat uw licht sterker is dan alle donker en duisternis die er in deze wereld zijn. Het was zelfs het eerste wat u hebt gedaan toen u deze wereld maakte. U maakte het licht en u doet het weer. En u wilt het ook doen in ons leven. Wil dat ook vandaag doen. En wil ons hart laten volstromen met uw liefde en met uw genade. En het donker van de zonde uit ons leven laten verdwijnen. Wij willen u bidden. Wilt u ons zo met elkaar een hele fijne dienst geven? Wilt u ons een open hart geven voor wat we in de Bijbel lezen? En wil in alle kwetsbaarheid en gebrokenheid die het leven hier kenmerkt, en misschien ook ons leven wel, wilt u aanwezig zijn met uw genade en ons zo een vreugdevolle en een blijde dienst geven tot lof en eer van uw heerlijke naam. Wij willen het u bidden in de naam van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Amen. De Heere God laat ons in zijn woord ook zien wat zijn wil voor ons leven is. En ik heb één vers uit het Bijbelboek Micha, wat ik graag wil lezen vanochtend. En dat is een soort samenvatting van wat God nou eigenlijk met ons leven wil. En dat is al heel vroeger gezegd. Micha zei daarover: er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig te wandelen met je God. Het is zo mooi dat het hier in deze tekst gaat over wandelen. In onze tijd moet alles snel, hè? Het kan ons niet snel genoeg gaan. Maar als je wandelt, dan zie je nog eens wat onderweg. En deze Bijbeltekst zegt, doe dat nou. Wandel nou met je God. En zeker als je dat met God doet, dan mogen je open gaan, dan mag je zoveel ontdekken van Gods leiding en zorg ook in ons leven en in deze wereld. Wandel nou nederig met God. Dat doen we lang niet altijd. En als we heel eerlijk in de spiegel van de Bijbel kijken, dan moeten we ook zeggen, Heere God, ik heb het in mijn leven misschien wel heel verkeerd gedaan. Maar ik wil toch met u leven. Wilt u vergeven wat verkeerd is en laat me uw weg gaan. Laat me wandelen met u. En daarom willen we nu met elkaar zingen uit de bundel. Lied 190, Vader vol van vrees en schaamte. En zo willen we onze schuld en zonde ook naar God toe belijden. Dus dat is uit de bundel, lied 190.
Misschien heb je ook zo'n boek thuis. Een familiealbum. Fotoalbum met foto's van je kinderen, van goede vrienden, van je ouders, je grootouders, noem maar op. En misschien ook wel wat verhalen of wat vakantieverhalen erbij. In de Bijbel kom je dat ook tegen. Een familiealbum, vaak in de vorm van een stamboom. Met alle namen van je voorgeslacht. En het is denk ik mooi om deze weken, als we zo toeleven naar kerst, is te kijken in het familiealbum van Jezus. Die waren eigenlijk zijn ouders, zijn grootouders. Wat voor familie had hij eigenlijk? Er is één hoofdstuk in de Bijbel die dat vertelt. En daar wil ik een paar versen uit lezen. En daar komen een paar bijzondere namen in tegen. En ik laat ze ook al eventjes zien. Dat zijn de namen van Tamar, Rahab, Rut, Bathsheba en Maria. En het zijn de namen van 5 vrouwen. En het lijkt mij mooi om vandaag, in de komende weken en ook met kerst, is te kijken waarom die namen nou staan in het geslachtsregister van Jezus. Wat is de betekenis daarvan? En vandaag gaan we dan kijken naar die eerste. En dat is de naam van Tamar. Nou, u ziet hier eventjes 2 van die bladzijden uit dat boek, dat familiealbum van Jezus. En dan linksboven het plaatje van Tamar. En daaronder met het rode koortje. We gaan zometeen in de Bijbel lezen waarom dat zo is. Bij een van de kindertjes die ze kreeg. Rechts de vader. En daarbij dan de rode zegelring, de staf. En ook de ketting, die ligt over de bladzij heen. En bij dat alles speelt wel een hele grote rol het woord gerechtigheid. Nou, zomaar een bladzij uit het levensboek van Jezus. Laten we samen daar maar eens over gaan lezen. En dan neem ik u en jou mee naar Matteüs 1. En dan lezen we vers 1 tot en met 3. Misschien dat wij geneigd zijn om een geslachtsregister, dat we in de Bijbel lezen, maar over te slaan. Wat moet je met al die namen? Maar voor mensen in die tijd was dat eigenlijk een geschiedenisbeschrijvend telegramstijl. Heel kort aangeven hoe de loop van iemands familie is geweest. En als je dat beter gaat lezen, dan doe je ook hele bijzondere ontdekkingen. Het gaat namelijk om 6 keer 7 namen. Nou, getallen spelen in de Bijbel altijd een bijzondere rol. En het getal 7 heeft ook iets van het getal van de volledigheid. Als dan uiteindelijk de 7e generatie komt, dan gaat dat gebeuren. En dat zie je hier ook, dan wordt Jezus, de beloofde Messias, de beloofde verlosser, geboren. Maar goed, wij lezen alleen vanochtend vers 1 tot en met 3. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. En tot zover maar eventjes. En laten we die geschiedenis gewoon maar eens eventjes lezen van Tamar. Wie was dat nou eigenlijk? Wat gebeurde er? En dat vinden we in Genesis 38, het eerste Bijbelboek. Hoofdstuk 38, Genesis 38. Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers, en dan gaat het over de 12 zonen van Jacob, een van de stamvaders van het volk Israël, en Juda is één van die 12, dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adullam. Zijn naam was Gira. Juda zag daar de dochter van een Canaanitisch man. Zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Zij werd zwanger en baarde een zoon en hij gaf hem de naam Er. Daarna werd ze weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. En ze baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter in Gezib toen ze hem baarde. En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene. Haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van de Heere, daarom doodde de Heere hem. Toen zei Juda tegen Onan,
Kom bij de vrouw van je broer, vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn. Daarom gebeurde het telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed was echter slecht in de ogen van de Heer. Daarom doodde hij ook hem. Toen zei Juda tegen Tamar, zijn schoondochter, ga maar zolang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Hij zei namelijk, anders zal hij ook sterven, net zoals zijn broers. Zo ging Tamar weg en ging in het huis van haar vader wonen. Toen veel dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de vrouw van Juda. Daarna vond Juda troost en ging hij naar zijn schaapscherers naar Timna. Hij en zijn vriend Gira uit Adullam. En men vertelde Tamar, zie, uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enayim, dat op de weg naar Timna ligt. Ze had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, een prostituee, omdat ze haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe langs de weg en zei, kom toch mee, ik wil bij u komen. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. En zij zei, wat wilt u mij geven als u bij me komt? Hij zei, ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij zei, goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt. Toen zei hij, wat is het onderpand dat ik u zal geven? Ze zei, uw zegelring, uw snoer en uw staf die u in uw hand hebt. Hij gaf ze haar, kwam bij haar en ze werd zwanger van hem. Daarna stond ze op, ging weg, legde haar sluier van zich af en trok haar weduwkleed weer aan. Juda stuurde het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen. Maar hij kon haar niet vinden. En toen vroeg hij aan de mensen van haar woonplaats, waar is die prostituee die bij Enayim langs de weg zat? Maar zij zeiden, er is hier geen prostituee geweest. En hij keerde daarom terug naar Juda en zei, ik heb haar niet gevonden. En ook de mensen van die plaats zeiden, nee, er is hier helemaal geen prostituee geweest. En toen zei Juda, laat ze het onderpand zelf maar houden, anders zullen we veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Het gebeurde ongeveer 3 maanden later dat men Juda vertelde, Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Juda, breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. En terwijl ze de stad uitgebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei, kijk toch eens wie deze zegelring, deze snoer en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei, zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. En het gebeurde tegen de tijd dat ze baren zou. En zie, er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. En terwijl ze baarde, gebeurde dat de ene zijn hand naar buiten stak. De vroedvrouw pakte die, bond een scharlaken rode draad om zijn hand en zei, deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat zie, zijn broer tevoorschijn kwam. Daarop zei ze, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En men gaf hen hun naam Pires. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlaken rode draad om zijn hand had. En men gaf hem de naam Zira. En tot zover deze bladzijde uit het levensboek, uit het familiealbum van Jezus, over een van zijn voorouders, Tamar. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen. En we gaan met elkaar zingen. Lied 640 uit de bundel Opwekking. Die staat niet in de bundel die we gebruiken, maar die zal ik even op het scherm laten zien. En ondertussen is er ook de collecte. Die is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente. En de tweede collecte is voor
hulp aan vervolgde christenen. Maar voordat we dat met elkaar gaan zingen, wil ik eerst nog de kinderen naar voren roepen. Dus jongens en meisjes, willen jullie even naar voren komen? Kom maar bij. Ja, ik heb al wat meegenomen voor jullie. En dat zal ik eventjes geven. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En jullie ook eentje. Alsjeblieft. Laat me eens even zien. Hou hem maar omhoog. Dan kunnen de mensen in de kerk ook zien. Wat jullie hebben meegenomen. Wat staat er eigenlijk op bij jou? 44. En bij jou? 46. En wat heb jij? 47. En jij hebt? 45. 42 heb jij. En dan heb ik nog een ander papiertje bij me. En wat staat hierop? Dat is 25. Weet je, heb je dat ook al eens? Ik had dat vroeger. Dan was ik bij de bakker. En dat is een bakker die heel lekker brood had. Maar dat vond iedereen in de straat. En daarom gingen alle mensen daar brood kopen. Maar dan was het zo druk in de winkel. Dan moest je een nummertje trekken. En dan moest je soms heel lang wachten. En dan hangt er zo'n bordje, hè, in de winkel. En dan staat er op 25. Dus klant nummer 25 wordt dan geholpen. Nou, jullie hebben ook een nummertje. Hè? En wat denk je? Ben je dan direct aan de beurt? Nee. Nee, hè? Nee. Mensenliefde, ben je nummer 43 of 44 of 47? Dan moet je toch nog een heel eind wachten? Nou, dat had ik ook. Moest je soms een kwartier wachten. Dat is lang. Ging soms ondertussen maar een andere boodschap doen. Zo lang moest je wachten. Maar weet je, toch deed ik het wel. Want het brood was zo lekker. Dan wil je toch wel eventjes wachten. Als het zo'n lekker brood is, of lekker broodjes, of een lekker taartje, weet je wel. Wel lekker om even mee te nemen. Wel een lekkere krentenbol of zo. Dus dan dacht je, nou, dan wacht ik maar eventjes. Vandaag vieren wij dat de adventstijd is begonnen. En dan denken we eraan dat de Heer Jezus in de wereld is gekomen. En dan moesten mensen ook heel lang op wachten. Eeuwenlang, honderden jaren lang. Dan moet je lang wachten. Maar God had gezegd dat het zou gebeuren. En het gebeurde ook. En nu heeft de Heer Jezus tegen ons gezegd dat hij nog een keertje terugkomt. Maar ja, daar wachten we ook al heel lang op. Maar als God wat zegt, als hij wat belooft, dan gebeurt het ook. Nou, daar moet je maar aan denken. He, als je denkt van wat duurt het lang voordat de Heer Jezus terugkomt. Ja, soms moeten wij ook wel eens lang wachten. Maar je wil het soms ook wel, als je weet dat er iets heel moois gaat gebeuren. En als de Heer Jezus terugkomt, dan wordt gelukkig alles weer goed. Nou, dan wil ik wel wachten. Ja? Nou, zo mogen we ook bidden. Heer Jezus, komt u maar spoedig terug, want we kijken er naar uit. Dank jullie wel. Jullie mogen allemaal weer gaan zitten. En wij gaan nu met elkaar het lied zingen, wat ik al even noemde. En ik zal het op het scherm ook even laten zien. En dan nu eerst collecten met twee rondgangen. Eerst voor de eigen gemeente en daarna voor hulp aan vervolgde christenen. Thank you.
We gaan met elkaar op deze eerste Adventszondag nadenken over de geschiedenis van Tamar. En de komende weken zullen we dan steeds naar een andere vrouwennaam uit het geslachtsregister van de Heer Jezus kijken. En wat een grote rol in deze geschiedenis speelt, is het woord gerechtigheid. Dat God recht wil doen aan mensen die onrecht in hun leven ervaren. We gaan daar straks ook over zingen. En dat doen we met de woorden van Psalm 98, vers 1 en 2. Maar die komt hier op het scherm ook. En in dat lied komt naar voren dat God komt om alles recht te zetten. Ik vind het heel bijzonder dat in de Bijbel ook staat dat er een nieuwe wereld komt waar gerechtigheid woont. Niet logeert, dus zo nu en dan is een beetje de dingen goed gaan. Nee, als Gods nieuwe wereld komt, dan woont de gerechtigheid. Dan gebeurt alles zoals het hoort te gaan. Dat er recht is overal in deze wereld. Maar goed, dan gaan we straks zingen. Dus Psalm 98, straks in antwoord op de verkondiging. Gooi nooit oude schoenendozen weg. Want dan kom je nog eens wat leuks tegen. Wij zijn zo'n beetje de laatste verhuisdozen aan het uitpakken. En ja, dan vind je natuurlijk ook je foto- en familiealbums in de oude schoenendozen. En dan kom je nog wel eens wat leuke foto's tegen. Nou, dit is een foto ongeveer 50 jaar geleden. Met daarop links mijn vader en vlakbij mijn broer, mijn jongere broer, 2 jaar jonger, dan mijn moeder. En daar rechts, dat ben ik. Het leuke van zo'n foto is, dan zit je er natuurlijk nog eens naar te kijken als je zo'n foto tegenkomt. Het is eigenlijk heel actueel, hè? Want die radio op de achtergrond of dat dressoir, dat is gewoon weer helemaal retro, zeggen we dan. Het zou zo weer in de kamer passen, dat is het aardige ervan. En die bril die mijn vader erop had, nou, dat is tegenwoordig weer design. Hè? Dat is weer heel modern. Nou, het is gewoon leuk als je die foto's weer eens eventjes tegenkomt. En ja, met een glimlach zit je dat te bekijken. Ik kwam natuurlijk ook hele gekke en rare foto's tegen. En dan denk ik, wat zijn we ook een rare familie met elkaar soms, hè? Dat je de leukste en gekste dingen met elkaar doet. Maar stel je nou eens voor dat het heel anders is bij jou en de familie. Dat je mensen in de familie hebt met wie je eigenlijk maar liever niet op de foto staat. Misschien een vader die fout is geweest in de Tweede Wereldoorlog. Die hulde met de NSB'ers, zeggen we dan, een landverrader was. Of misschien heb je wel iemand in de familie met losse handjes, die wel eens geweld gebruikte of in de gevangenis heeft gezeten vanwege een diefstal. Ja, dat zijn dingen die, ja, die foto's heb je misschien wel verscheurd als je zo iemand hebt in de familie. En dan verbaas ik me erover als je het familiealbum van de Heer Jezus opendoet. Daar kom je toch namen tegen. En als je die geschiedenissen leest, dat zijn toch onfrisse verhalen van heb ik met jou daar. En dan denk je bij mezelf, wat doen die namen nou in de Bijbel en in het familiealbum van de Heer Jezus? Wij hebben vandaag, wij zouden in onze tijd zeggen, een stamboom gelezen, hè? In het evangelie van Matthäus. Een geslachtsregister. Ik heb hier eentje van ons koninklijk huis, even als voorbeeldje. Nou, zo vind je ook van die stambomen, van die geslachtsregisters van families in de Bijbel. En ook van de familie van de Heer Jezus. Maar bij hem staan er namen in waarvan je denkt, maar dat zou je toch liever weglaten? Dat doe je toch eigenlijk niet? En wat valt je dan op? Nou, het valt je allereerst op dat er een aantal vrouwennamen in staan. Dat gebeurde in die tijd eigenlijk nooit. Dat deden mensen niet. Maar als je dan ook nog eens kijkt wat voor vrouwen het waren, dan denk je, nou, dat had er maar beter uitgelaten kunnen worden. Als er dan namen van vrouwen genoemd hadden moeten worden, had dan bijvoorbeeld de naam van Sarah, de stammoeder van Israël, erin gezet. Of van Lea en Rachel of Rebecca bijvoorbeeld. Maar dat gebeurt helemaal niet. 3 van de 4 vrouwennamen, 5 eigenlijk als je Maria meetelt, die in dat geslachtsregister van de Heer Jezus staan, dat zijn namen van heidense vrouwen. En dan zijn er ook nog eens 3 namen bij die te maken hebben met hoererij.
En dan denk je bij jezelf, Matthäus, waarom heb je dat er allemaal ingezet? Ja, of zou het er misschien mee te maken hebben dat er in de tijd van Jezus ook bepaalde verhalen over Jezus werden verteld? Want, laten we nou eerlijk zijn, hoe kwam die ongetrouwde Maria aan een kind? En in die tijd deden al de geruchten de ronde dat Maria een avontuurtje had gehad met een Romeinse soldaat. En er werd zelfs een naam bij verteld, dat was Pandora geweest. Maar dat zal niet de reden geweest zijn, denk ik, dat Matthäus die naam erin heeft gezet. Want Matthäus maakt duidelijk, nee, het zit anders in elkaar. Maria was zwanger van de Heilige Geest. Dit was iets van God zelf. En God zelf liet op een hele bijzondere manier zijn zoon in deze wereld komen. Toch heeft het er wel een beetje verband mee. En ik zou bijna willen zeggen, die mensen met hun kletspraatjes, die hebben de klok wel horen luiden, maar ze wisten niet waar de kleep hangt. Inderdaad, Jezus had wel wat met prostituees en zondaars. Hij werd zelfs later een vriend van zondaars en tollenaars genoemd. En dat is nou het bijzondere. Dat Jezus' naam midden in het rijtje staat van mensen over wie wel een verhaal te vertellen valt. Maar kennelijk voelt Jezus zich ook familie van hen. En dat is nou Gods genade. Zo wordt in dat familiealbum van de Heer Jezus al iets duidelijk van het doel waarvoor hij gekomen is. Zijn hart gaat uit naar mensen die het in hun leven soms helemaal verprutst hebben. Die misschien de meest afschuwelijke dingen hebben meegemaakt. Er staat in Hebreeën 2 dan ook, en dat vind ik gewoon zo ontroerend dat het daar staat, Hebreeën 2, helemaal aan het eind van de Bijbel bijna, in vers 11, dat hij zich er niet voor heeft geschaamd om hun broeder genoemd te worden en hen broeders te noemen. Jezus schaamt zich er niet voor om als het ware familie van ons te zijn. Met alle lelijke en zondige dingen die er soms in ons leven zijn. Laten we maar eens kijken naar zo'n naam uit dat familiealbum van Jezus. En ik heb er voor vandaag de naam van Tamar eventjes uitgehaald. Het is eigenlijk heel bijzonder, als je de geschiedenissen in het boek Genesis aan het lezen bent, dan gaat het achter in Genesis over Jozef, een van de zoons van Jacob. En dan lezen dat hij door Juda, op het voorstel van Juda, verkocht is aan een slavenhandelaar en terechtgekomen is in Egypte en een heleboel ellende meemaakt, ook in de gevangenis. En dan lees je in de Bijbel dat God hem niet vergeet. Dat hij toch nog aan Jozef denkt. En nou staat midden tussen al die verhalen van Jozef ook een verhaal van een andere broer van Jozef die in Israël gebleven is. En dat God toch kennelijk ook daar met zijn liefde en zorg nog aanwezig is. Dat geldt zeker voor degene vandaag die er zijn die vluchteling zijn. Soms heb je een deel van je familie daar wonen, in Iran of Afghanistan of Sierra Leone. En jij bent hier met je familie. Of misschien ben je maar alleen. Maar God is met zijn liefde en genade overal. God was in Egypte bij Jozef, die weggebracht was. Maar God is ook nog in Israël, bij de familie die daar is. En op een heel bijzondere manier wordt duidelijk dat God zijn genade ook betoont aan de familie van Juda. Zullen we met elkaar dat verhaal maar eens gaan lezen? En er zijn drie dingen die ik er heb opgepikt uit die geschiedenis van Tamar. Het gaat er over zonde, het gaat ook over verandering en het gaat ook over zegen. Je leest over Juda, dat hij weggaat bij zijn familie en gaat wonen bij Gira in Adullam, een Kanaaniet, een van de oorspronkelijke bewoners van het land Kanaan, van het land Israël. Ja, en eigenlijk merk je al dat daar in die familie niet goed zit. Ze hebben eigenlijk niks met elkaar. Dus Juda laat zijn familie in de steek en gaat heel ergens anders wonen.
Maar er zit in die uitdrukking eigenlijk nog wat meer. Er staat heel letterlijk dat Juda afbuigt van de weg. En daar klinkt eigenlijk al iets van afkeuring in door. Dat hij afbuigt van de weg die God wijst in het leven. Nou, dat belooft niet veel goeds. Wij zouden in onze tijd zeggen, de secularisatie slaat toe. Juda wil in zijn leven eigenlijk niet met God verder, maar hij gaat gewoon zijn eigen weg. Nou, in eerste instantie ziet dat er eigenlijk misschien ook nog wel goed uit. Het zou heel goed kunnen zijn dat hij met Gira in Adullam een bedrijfje heeft opgezet. En dat het hem eigenlijk best wel voor de wind gaat. En als hij eenmaal getrouwd is en kinderen krijgt, dan zorgt hij ervoor dat zijn oudste zoon een vrouw krijgt. Tamar. En alleen al die naam is heel veelbelovend. Heel letterlijk betekent die naam dadelpalm. Nou, daar zit iets van een wens in. Dat deed je natuurlijk als ouders. Je geeft je kind wel een mooie naam. Dat was een dochter die vruchten zou kunnen dragen. Die misschien moeder van een groot gezin zou kunnen worden. Nou, eerlijk gezegd lijkt het daar in eerste instantie helemaal niet op. Want ze trouwt dan met Er, de oudste zoon van Juda. En hoe dat precies zit, dat wordt ons in de Bijbel niet verteld. Wekt hij de afkeuring, het misnoegen van God op. En hij wordt weggenomen uit het leven. Vervolgens geeft Juda, Tamar, zijn volgende zoon. En dat is Onan. Zo ging dat in die tijd. Dat noemden ze een zwagerhuwelijk. Dus als iemand meer zoons had en de oudste zoon was overleden, dan was het de volgende zoon die dan met de weduwe trouwde. En dat had twee redenen. Dat klinkt voor ons misschien een beetje vreemd. Maar dan bleef eigenlijk de naam van de oudste voortleven in het nageslacht van de jongere zoon. En dan zou als het ware zijn familie, zijn nageslacht, zou die als het ware toch betrokken zijn bij de komst van Jezus, de Messias. Dan was die er als het ware toch een beetje bij. En dat had natuurlijk een hele praktische reden. Dan werd er voor de weduwe ook gezorgd. Maar Onan, die trekt zich van dat alles niks aan. En er worden geen kindertjes geboren in dat huwelijk. Dat wordt wel duidelijk uit de Bijbel, want hij verspilt zijn zaad op de grond, staat er. Nou, hebben wij misschien de gedachte, nou ja, hij ging seksueel, vloog hij uit de bocht, om zo te zeggen, en deed hij niet wat hij moest doen als man. Maar dat is niet de reden geweest. Is dat een financiële reden achter, denk ik. Het was namelijk zo, als er een zoon uit dat huwelijk geboren zou worden, dan zou hij de erfenis van Er, dus zijn oudere broer, krijgen. En de oudste had in een gezin twee vierden, een dubbel deel van de erfenis. Dus Onan dacht, dat zal me niet overkomen. Die erfenis hou ik het liefst voor mezelf. Dat was waarschijnlijk de reden die erachter zat. En dat roept de afkeuring bij God op. En hij neemt ook hem weg uit het leven. Zijn naam zal verdwijnen. Dan is er nog één zoon over. Dat is de jongste, Sela. Maar Juda denkt bij zichzelf, ja, volgens mij is dat een slechte vrouw, die Tamar. Er gebeurt het een na het ander. Ga jij maar weer bij je vader wonen. En hij stuurt haar weg. En dat is eigenlijk heel vreemd. Je zou zeggen, Juda, denk nou eens eventjes na. Met alle dingen die er bij jou in de familie gebeuren, en met alles wat er gebeurt, zou het niet eens kunnen zijn dat God jou een bepaalde waarschuwing wil geven? Dat jij in je leven gewoon heel verkeerd bezig bent? Zie je dat eigenlijk wel? In plaats van de schuld te geven aan Tamar, zou het misschien wel eens aan jezelf kunnen liggen? En dat heeft misschien ons ook wel te zeggen. Misschien dat er bij ons ook wel dingen aan de hand zijn, waar we misschien over na moeten denken. Dat als het ware de Heer God de verkeerslichten in ons leven op rood zet. En dan moet je niet doorrijden, dan moet je stoppen. En terugkomen van een weg die verkeerd is. Laten we voor onszelf ook eens eventjes nadenken. Zou het kunnen zijn dat we helemaal een eigen koers in ons leven varen en dat we God de rug toe hebben gekeerd? Hoe gaat het verder? Er komt uiteindelijk toch een verandering. En die begint eigenlijk bij Tamar. Want ja, laten we ons eens eventjes de positie van Tamar voorstellen. Wat moest ze? Wat kon ze eigenlijk nog? En ze neemt dan haar toevlucht tot, wij zouden zeggen, tot een paardenmiddel.
Het allerlaatste wat ze nog kon doen. En wat gebeurt er? Schapen worden geschoren 1 keer per jaar. Nou, dat is natuurlijk feest. Dat kun je je voorstellen. Want dan worden wol verkocht. Dus Juda zal een dik gevulde portemonnee hebben. En daar wordt natuurlijk op gedronken. Dan is er feest. En Tamar hoort dat en die bedenkt een list. En die is ergens langs de kant van de weg gaan zitten en heeft zich zo gekleed dat ze eruit ziet als een prostituee. En daar komt Juda met zijn portemonnee vol. Hij heeft net feest gehad en hij ziet daar zo'n vrouw aan de kant van de weg zitten. Nou ja, je hebt nu eenmaal van die vrouwen die vervullen al je wensen, nietwaar? En hij stapt naar haar toe en hij zegt, doe je het voor een geitenbokje? En ik zal ervoor zorgen dat je het krijgt, hoor. Ja, zegt Tamar, maar dan wil ik wel een onderpand, hè? Nou, dat weet ik zo gauw niet, zegt Juda. Nou, maar Tamar weet het wel. En ze zegt, weet u wat, geef hem maar uw zegelring. En de ketting, en die staf. En dan komt het wel voor elkaar. En Juda geeft haar inderdaad die staf, de zegelring en de ketting. En je denkt bij jezelf, man, waar ben je mee bezig? Dat is net zoiets als een volslagen onbekende je paspoort geven of je pincode, dat doe je toch niet? Ja, bij dit soort dingen gaat meestal het verstand niet voorop. En diezelfde dag nog wordt Tamar zwanger. Ondertussen stuurt, als hij eenmaal thuis is, stuurt Juda een knecht erop uit om dat geitenbokje te brengen en natuurlijk zijn persoonlijke eigendommen weer terug te krijgen. Maar die knecht komt in het dorp en die zegt, ja, er zat hier zo'n vrouw, hè, langs de kant van de weg. Jullie weten wel. Nee, zeggen de mensen daar, weten we niet, geen idee. Het is, meneer, het is hier net de buurt, kom nou, zulke types hebben wij hier niet. Hè? Nou, onverrichte zaken moet die knecht weer naar huis. En doet hij zijn verhaal bij Juda. En Juda zegt, nou, laten we er ons maar niet druk om maken. Straks kom ik nog in de krant, met mijn naam in de krant. Dat moeten we maar niet hebben. Maar een paar maanden later wordt duidelijk dat Tamar zwanger is. En als Juda dat hoort, zegt hij, wat? Wat een schande. Ga er halen, op de brandstapel met haar. Wat een schande voor heel de familie. Zo iemand in de familie, dat willen we niet hebben. Dat gebeurt hier niet. En het is heel extreem wat daar gebeurt, want dat gebeurde nooit, eigenlijk bijna nooit, dat je voor zoiets iemand zou verbranden. En dan gaat Tamar. En wat heeft ze in haar handen? De zegel, ring, het snoer en de staf. En terwijl ze naar de brandstapel loopt, zegt ze, de spullen die ik hier in de handen heb, zijn van de man die mij zwanger heeft gemaakt. Gaat mijn schoonvader maar brengen. Nou, zie je het voor je? Daar staat Juda. En dan worden die spullen me gebracht. Nou, zijn mond valt open van verbazing. En hij kijkt van de zegelring naar de staf en van de staf weer naar de ketting. En wat gaat hij doen? Wordt hij woest? En zegt hij van, en nou is het helemaal gebeurd met jou. Nou, maken we er helemaal een eind aan. Maar dat staat niet in de Bijbel. Juda buigt. En hij zegt, zij staat in haar recht. Dat is wat in de Bijbel staat. Ze heeft helemaal gelijk. Ik had haar mijn jongste zoon Sela moeten geven. Ik had voor haar moeten zorgen en dat heb ik niet gedaan. Wat ben ik ook voor een vent. De hele tijd had hij alleen maar gedacht aan zichzelf. Aan zijn eigen bedrijf. Aan zijn eigen kinderen, aan zijn eigen goede naam, aan zijn eigen begeerte. Hij had geen seconde aan haar gedacht. En dat ziet hij nu in. En dat is in hem te prijzen. En je ziet aan hem dat hij zich omkeert. Dat hij weer terugkomt bij God. Nou ja, het gaat dan misschien een beetje anders bij Jozef. Dat wordt een hoofdstuk hierna in de Bijbel verteld, hè? Jozef zegt in alle eerlijkheid, als ze de vrouw van zijn baas een avontuurtje met wil hebben, dat doe ik niet. Jozef is heel duidelijk. Jozef zegt dan, hoe zou ik, hoofdstuk 39,
dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God. Dat is Jozef. Die is wel heel erg duidelijk als hij daar wat over zegt. En toch is God met Juda bezig. En dat is het bijzondere. Juda gaat weer terug naar God. Terwijl die eerst een hele eigen weg was gegaan. Dat werkwoord afbuigen van de weg zie je in vers 1 en vers 16 ook terugkomen. Hij buigt van de weg met God af. En alles gaat mis in zijn gezin en in zijn familie. Dat heb je als je alleen maar altijd aan jezelf denkt. Dat is wat er met hem gebeurt. Maar nu gaat het anders. En je denkt bij jezelf, is dat diezelfde Juda? Juda was het geweest. Die had gezegd over Jozef, verkopen die man, levert mooi je wat geld op. Dat was Juda. Maar nu zie je dat hij anders in het leven staat. Dat hij tot het inzicht komt, dat had ik haar nooit mogen aandoen. Later, als hij en zijn broers bij Jozef zijn, in Egypte om graan te halen, en Jozef als onderkoning zegt, laat Benjamin maar hier. Wie springt er voor hem in de bres? Juda. Juda weet dat dit zijn vader een groot verdriet zal doen. En hij denkt, dat moet maar niet gebeuren. En hij zegt, neem mij maar. Wat een verandering bij Juda. Wat geweldig om te zien. Ook vandaag verandert God nog mens. Als jij misschien in je leven ook altijd aan jezelf denkt. Als je net als Juda zo'n type bent. Die denkt, wat kan ik eraan overhouden? Hoe kan ik er beter van worden? Als mijn naam maar met eer gemeld wordt in de krant. Alsjeblieft, geen schande in de familie. Kom nou, als je alleen maar aan jezelf denkt. Hier staat dat ieder mens in feite een nieuw hart, een nieuw leven kan beginnen. Als je God met zijn genade en liefde in je leven toelaat. En dan gaat het anders. En dan kom ik bij het laatste, bij de zegen. Moet je eens kijken wat hier verteld wordt. Tamar krijgt een tweeling. Dat is een dubbele zegen. Twee keer een kind. Een dubbele zegen. Fantastisch. En wat heel bijzonder is, de naam van Tamar wordt gemeld in het familiealbum van Jezus. Staat in het geslachtsregister van Jezus. Zij hoort er ook bij. Met alles ja, wat in haar leven gebeurde. Dat hele onfrisse verhaal. Ook God heeft aan haar en die familie gedacht. En dan moet je nog eens verder lezen in het boek Rut. Lees je dan dat Peres, dus een van haar kinderen, ook weer kinderen kreeg. En het werd een hele familie. Het is ook heel leuk om dan de wens te lezen die Rut krijgt. Als het gaat over die familie, dan staat er in Rut 4, vers 12. Mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. Dus het was een hele grote familie, een heel groot gezin geworden. Wie had dat ooit gedacht? En ze zegt, nou, mag het bij jou net zo gaan zoals bij Peres? Wat zal Tamar vaak, ja, gewoon heel blij naar al haar kleinkinderen hebben gekeken. Wat een feest is dat voor haar geweest. Wie had dat ooit gedacht? Wat een verandering. Dit hoofdstuk dat zo vol duisternis begon, hebzucht, oneerlijkheid, bedrog, eindigt in het licht. Als God met zijn genade, met zijn liefde in je leven komt, dan worden de dingen anders. En nu staat de naam van Tamar in het familiealbum van Jezus. Hij was een vriend van zondaars en tollenaars. Wat een wonder. Dat Jezus de schande wilde dragen van eerloze mensen, zondige mensen. Dat hij daarvoor gekomen was om zijn leven te geven aan het kruis van Golgotha. Met alles wat er soms mis is in ons eigen leven. Onfrisse verhalen, misschien uit ons eigen leven of uit de familie. Jezus zegt, je bent welkom, want ik ben een vriend van zondaars en tollenaars. Ook jouw leven kan nog veranderen. Hoe is dat eigenlijk bij jou? Met wie zou jij op de foto willen? Geen van tweeën, ja, dat zou ook nog kunnen, Sjaak.
Toch moest ik aan deze foto denken. Het is al een paar jaar geleden. Inmiddels hebben we natuurlijk een andere president in Amerika. Maar ik herinner me deze foto nog omdat Rutte, onze premier, zo apetrots in de krant kwam. Want nu mocht hij op de foto met de president van de Verenigde Staten. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat is toch geweldig, met zo'n beroemd iemand op de foto. Hoe zou dat zijn? Als je te maken hebt met iemand die geweld gepleegd heeft. Of een dakloze. Of iemand die in de gevangenis zit. Liever niet, denk ik. Jezus zegt, en het is te zien in zijn familiealbum. Ik wil met jou wel op de foto, kom maar. Dat is nou genade. Dat hij zegt, jij mag ook mijn kind zijn. Met alles wat er in jouw leven mis is. Ontvang mijn liefde, mijn genade. En nu is mijn vraag, kom je naast hem staan? Hij nodigt je uit en zegt, kom maar. Dan gaan we samen op de foto. Want jij mag mijn familie zijn. Nee, niet uit jezelf. Maar omdat ik het voor jou in orde heb gemaakt. Bij de Vader in de hemel. En daarom nog even die vraag. Kom je bij me staan? Bij hem? Op de foto? Wil je zijn kind zijn? Wil je met hem het leven door? Jezus zegt, jij, je bent welkom. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 98. Ik laat hem zien. Zullen we samen tijd nemen om God te danken en te bidden? Vader in de hemel, misschien herkennen wij ons wel wat in dat beeld van Tamar.
dat er ook bij ons dingen in ons leven gebeurd zijn. Afschuwelijk. Maar soms kon het misschien niet anders. Of is het gewoon gebeurd? Schande, smaad die je meedraagt. Herinneringen, zwarte bladzijden. Vandaag mogen we zien dat de naam van Tamar staat in het familiealbum van Jezus. Wat is uw genade groot? U trekt zich het lot van ons als mensen aan. We willen u ook danken daarvoor dat u zo uw zoon in deze wereld hebt gezonden. Om het weer licht te maken in ons leven. Dat we bij de Heer Jezus mogen horen, familie van hem mogen zijn. Wat kostbaar. Hoe groot is uw genade? Het zou kunnen zijn dat we misschien ons vanochtend wel wat herkennen in Juda. Dat we bij u vandaan zijn geraakt. En dat het misschien wel van heel ver moet komen om bij u terug te keren. Vader in de hemel, laat het zien als u verkeerslicht op rood zet. Dat we er niet doorheen rijden. Maar terugkeren. Halt houden. En een nieuwe weg inslaan. En wil u ook danken dat bij u de deur altijd open staat. Dat u ons het beste van het beste wilt geven, ook al hebben we het helemaal niet verdiend. Maar dat het om Christus wil, om wat hij heeft gedaan, mogen ontvangen. Wij danken u ervoor. Willen u zo bidden, wilt u ons in ons leven leiden. Geef dat we misschien die eerste stap mogen zetten, om zo ons aan u toe te vertrouwen. Want wat een God hebben we nu, geweldig. Help ons om ook te groeien in ons geloof, ook als we de eerste stappen nog maar hebben gezet. Help ons om uw liefde door te geven en uw licht ook te laten schijnen in het leven van anderen. En dan willen we u ook danken voor de zorg die we in ons leven mogen ervaren. En wil u danken dat Arco er vanochtend weer bij kan zijn. Wat hebben we een tijd gemist. Wil u danken dat het toch weer mogelijk is. Maar wilt u hem ook nieuwe kracht geven, voor hem zorgen. En ook Joke en Cor en Sabine wilden in alles ook bij hen zijn. Hier draag ze ook de moeilijke tijden heen. Wil u ook danken dat Sjaak er kan zijn. Al mis we Nettie nog, we willen ook voor haar bidden, want ze heeft nog veel pijn. Maar we willen ook haar herstel en genezing geven. Maar wat goed is het om elkaar hier weer te zien. Wil u ook danken voor al onze gasten die vanochtend in ons midden zijn. Maar ook families en nieuwe vrienden, broers en zussen uit Iran, uit Pakistan, Afghanistan, uit Syrië. Wat heerlijk is het zo om zo met elkaar familie van u te mogen zijn. En wil u ook bidden om uw zegen voor hen, ook als ze door moeilijke tijden heen gaan. En dan denken we aan Golam en Saroya en Abolfazi en Rehane. Heer, wilt u voor hen zorgen als het deze week spannend is en ze het interview hebben. Dat het goed mag gaan. En dat zou de heerlijk kunnen zijn. Als ze mogen blijven. En als ook rust en vrede ook voor hen komt. Wil u danken voor Candice die de afgelopen week het interview had. Dat dat goed mocht verlopen. Maar wil hem ook verder zegenen bij de volgende stappen. Ook blijft het voor Nouri nog heel spannend. Wil u ook bidden. Houd hem in uw liefde vast. Wil ook voor hem zorgen. Ja, Heere onze God. Wil bij ons allen zijn. Alle dingen die we soms meemaken. Die we moeilijk vinden. U bent toch een God. Groot in wonderen. En uw roem en eer gaan alle eeuwen door. Neem ons mee naar uw heerlijke toekomst. Naar een wereld waar gerechtigheid woont. Wij bidden het u in de naam, in de machtige naam van Jezus Christus. Onze Heiland en Heer. Amen. We gaan ons slotlied zingen. En dat is lied 148 uit de bundel. God wijst mij een weg, ook als we zelf geen uitkomst zien. Nou, dat was zeker de situatie van Tamar en ik denk ook wel van Juda. En misschien ook wel van ons. Maar God wijst een weg, ook als we zelf geen uitkomst zien. Lied 148, zullen we het staande met elkaar zingen?
zijn aan het eind van de dienst gekomen. U en jou wil ik graag nog heel hartelijk uitnodigen om nog even koffie en thee te blijven drinken. Altijd gezellig om elkaar nog even te ontmoeten. De gasten zijn natuurlijk ook van harte welkom. Misschien ook mooi om nog even door te praten over het thema van deze dienst. Als het goed is, is er een samenvatting, denk ik. Ja. Ik ben gewend om van de preken altijd even een samenvatting te maken. Ik zal bij de uitgang wel een aantal neerleggen en ook achterin. Neem hem gerust mee. Misschien zijn er van de afgelopen week ook nog een aantal. Misschien mooi om nog even na te lezen of aan iemand door te geven. Kan natuurlijk ook. En misschien is het ook heel fijn als er iemand met of voor jou bidt. Dat willen we heel graag doen. Soms is er wat te danken, maar ook echt nood om met elkaar voor te bidden. Tik ons even op de schouder, daar zijn we graag beschikbaar voor. Ik heb nog één ding en dat gaat over een feestmaaltijd die we binnenkort hebben op 11 december. Omdat we ook wat te vieren hebben. Omdat Sjerke, en dan ben ik even kwijt Mohamed, die hebben allebei te horen gekregen een paar weken terug dat ze in Nederland kunnen blijven. En daar zijn we heel blij mee. We zullen dat ook graag met hen vieren. In de gemeente-app was al eventjes een foldertje dat werd doorgeappt. En hier liggen een aantal flyers. Ik neem ze wel eventjes mee. Neem er even bij de uitgang straks eentje mee. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk zelf even wat eten meenemen. Dus u mag la spécialité de la maison, en vult uw eigen naam maar in, meenemen. En dan wordt het vast heel lekker allemaal. Dus dat op 11 december van 1 tot 3 gaan we hier met elkaar eten. We gaan straks weer onderweg en we mogen gaan met de zegen van onze God. Zullen we ons hart daarvoor openen? De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de aanwezigheid van de Heilige Geest met u en met jou.